gezond. Oh, jij komt nu. Hallo, lieve hondje. Steun ze vlaggetjes hangen. Niet te geloven. Ik zie gewoon dit op school. Verrassing, hè? Oh, hij kan niet wachten. Ja. We hebben allemaal kleine stukjes. Chillen in de wildernis. Ja, ik wil het zien. Hey. Dit vast? Johan vindt het helemaal geweldig. Ja, de is daar. Goedemorgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en jullie zien het goed. We openen niet in de ochtend, want we zijn erachter gekomen dat wat we vanochtend allemaal hebben gevlogd van het kaartje verdwenen is. Ja, dat kan natuurlijk een keer overkomen, maar alles is weg wat we vanochtend hadden gefilmd aan tafel. De kinderen zijn inmiddels al naar school. Ze hebben vandaag een kort dagje en Daniel en ik hebben vanochtend weer wat werkafspraakjes gehad. En we gaan zo eerst even een kibbelingetje halen, als het goed is. Ja, er staat een kibbelingkraam hier. En dan gaan we de kinderen van school ophalen, want wij gaan vandaag iets heel erg leuks doen. Iets waar Luan al heel lang naar uit heeft gekeken, maar die heel hard voor heeft geoefend. Namelijk het inzingen van zijn derde liedje, het cowboy liedje. En dat gaan we straks doen. Dus wij dachten, laten we een lekker kibbeling zakje meenemen. Nu we net van het Bellinga team afkomen. Kunnen ze dat lekker opsnoepen in de auto, voordat we straks naar Amsterdam gaan. Naar de studio waar we het liedje van de cowboy gaan inzingen. Kijk, dit is even de situatie op het moment. Hallo papa. Goedendag allemaal. Ja, het enige wat jullie hebben gemist is de ontbijtopening met de kinderen. Ja, die is dus weg. Maar ja, voor de rest hebben jullie nog niks dat gemist. Dat snappen hoor. Jullie wel, denk ik. De ochtend. Ga je met papa mee een visje halen? Ja, daar staat de viskraam. Of daar staat de viskraam. Dat is Nico. En daar gaan we even een lekker visje halen. Kom maar, kom de kinderen zijn gek op vis. Moet ik mee? Ja. Nou ja, dan gaan we even mee. De kinderen gaan we zo ophalen van school. Het is woensdagmiddag, dus die zijn vroeg. Oh, let de paraplu maar liggen, schatje. Kijk, de zon schijnt. Oh, de zon schijnt. De kinderen hebben vandaag een korte dag, omdat het woensdag is. Dus ze hebben nog niet gegeten. We gaan zo meteen door naar Amsterdam toe. En dan kunnen ze mooi lekker een visje eten in de auto. De gezellige visboer. Hey, hallo. Wat leuk jullie weer te zien. Hallo. Ja, zie je dat, Luxie? Ja, met jullie. Wij willen een lekker visje. Zeg kibbeling, hè, voordat we naar Amsterdam rijden. Ja, hebben jullie vandaag een mooie dag? Luan gaat zijn derde liedje inzingen zometeen. Kijk, ik vind nog wel een mooi nummer. Ja, nou, Tingelingeling, lekkere kibbeling. Tingelingeling. Dat heb je niet wel, doen. Dat is ook een mooi nummer, het volgende nummer. Je bent ook welkom. Hoi. Ja, zeker wel. Mijn zusjes. Mooi, jij had het daar met Lixie heeft een lekker kibbelingetje gekregen. Dat ging goed, joh. Lixie heeft een lekker kibbelingetje gekregen. Dit is lekker, hè, Nico? Ja, ik kon niet wachten. Dan moet eerlijk zeggen. Vers uit de pan. Als we andere kibbeling hebben, Nico, dan zeggen we nee. Nooit zo lekker over Nico. Er was ook een stemming geweest hier in Zwolle en daar hebben we het ook goed gedaan. Ja? Oh. Ja, geweldig. Lekker. 6 keer lekker staan we er ook in. Ja. Nou, Nico, bedankt maar weer. Ja. Wil je nog wat zeggen aan de mensen thuis? Komt ie aan? Lekker en gezond. Ja, nou, schat, ik zie dat we nog 20 minuutjes hebben. We eten alvast even de vis. Wij eten alvast, want ik moest op den sturen natuurlijk naar Amsterdam. Lekker, en dan kan lekker. Papa niet. Jullie ruiken dus niet voor de camera, maar die ruikt lekker hoor. Goed hè? Kennen jullie dit? Een taalde trek. Oh ja, hij komt nu door de camera hoor. Komt hij hoor. Heet hij? Oh, nou, wij gaan even lekker eten. En als wij dan het bakje op hebben, halen we de zin op. En dan hebben we hun ook lekker eten. Onderweg naar Amsterdam. Kom, laat maar vast. Zo, we zijn toch nog heel eventjes langs huis gereden. Omdat we nog heel even de honden snel willen uitlaten. We waren nog wat vroeg. Oh, kom maar Luxie. Zo, het zonnetje schijnt lekker. Kom maar. We hebben nog even 10 minuutjes thuis. Ja, ik wil nog even de honden uitlaten en ik was het drinken vergeten. En ik merk nadat lekkere het kibbelingetje hebben gegeten dat ik een beetje dorst heb. Dan zullen de kinderen zo meteen ook wel hebben. Even nog wat drinken pakken uit de koelkast om mee te nemen. Helemaal zo. Luxie in de zomerkeuken. Hé, het zonnetje schijnt weer, liefie. Bijna kan je weer buiten spelen. Ja, die was van jouw vriendinnetje. Ja. Die moeten we nog even teruggeven aan jouw vriendinnetje, hè? Ja. Hé, hey, zullen we even Woezel en Pip hi zeggen? Kunnen Woezel en Pip nog even lekker spelen buiten? Hé, hey, Woezel en Pipje. Hé, hey, kijk, we hadden hier vanochtend natte sneeuw trouwens. Kijk. Hallo, lieve hondje. Het zijn gekke hondjes. Gaan we even passen? Het is bijna alweer bevroren, gesmolten door de zon. Maar vanochtend hadden wij sneeuw, hè? Was het wit hier? Ik ga even snel naar de koelkast, zodat ik even wat drinken kan meenemen. Ach, die vlaggetjes, ja. De vlaggetjes die hangen nog, daar zegt dat net ook. We hebben nog steeds de vlaggetjes hangen. We hebben natuurlijk 2 verjaardagen vlak op elkaar gehad. En zijn we op vakantie geweest. En de vlaggetjes een beetje laten hangen
vergeten te hangen. Maar ik denk dat het een beetje te lang duurt om nog de vlaggetjes te hangen tot april. 13 april ben ik pas jarig. Dat betekent dat het hier nog 2 maanden moet hangen. Dus die laten we hem even hangen. Die haal ik van de week er wel weer af. Nou, papa heeft hier wat drinken mee. Beker, je moet naast wat drinken mee. Goed, ja, hartstikke goed. Nou, ook nog eventjes wat lekker gezonde dingetjes mee. Mandarijntje, banaantjes. Appeltjes kunnen we nog wel even meenemen. En dan gaan we zo door de kinderen ophalen van school. En dan gaan we door naar Amsterdam, jongens. De kinderen hebben er heel veel zin in. Luan ook, die heeft echt maanden... Hij heeft dit liedje, kent u nu al? Nou, begin van dit jaar. Ik denk dat ongeveer in januari kwam de schrijver... Hetzelfde schrijver als het Duimpje Omhoog liedje. Hetzelfde team, zeg maar, als het Duimpje Omhoog liedje. Die dit voor Luan hebben gemaakt. Heel erg leuk geschreven op een superleuk cowboy thema. Dat wat jullie allicht al weten uit vorige vlogs. Dus Luan is er helemaal larisch over. Lucilla ook. Die gaan helemaal op in een cowboy, cowgirl gebeuren. Superleuke tekst ook weer. Maar het is wel wat pittiger. Ik sta hier met mijn fruit in mijn hand. Maar het is wel een wat pittigere tekst. Omdat het best wel snelle stukjes in zitten. En rapstukjes in zitten. En ja, het is wel heel vet hoor. Maar hij moest hem even goed onder de knie krijgen. Dat vond hij heel erg leuk. Dus hij heeft echt op zijn eigen kamer zelf heel veel geoefend. En dan was het... Mam, ik ga even een liedje oefenen. En dan was hij boven op zijn kamer bezig. En dan hoorde hij de muziek aan. En dan staat hij voor zijn spiegel staat hij te dansen en te doen. En dat liedje tekst te oefenen. We hebben ook samen nog even met de tekst doorgelezen. Dat hij ook snapt wat hij zingt. Heel belangrijk dat hij ook snapt wat hij zingt. Hij heeft ook wat artiesten die hij weer in de tekst heeft verwerkt. Heb ik hem laten zien. Nou, dit is die, dit is die, dit is die. En, oh ja, die ken ik wel. Want hij kent de namen niet. Maar als hij ze ziet, kent hij ze wel. Dus het was super leuk. Heel leuk proces om gewoon samen daar aan te sleutelen. Om het gewoon goed in zijn kopje te laten krijgen. En hij kan hem nu, volgens mij kan hem nu helemaal dromen. Want vanochtend stond hij hem ook alweer te zingen. Lucilla kan hem trouwens volgens mij ook wel meezingen. Die gaat ook heel goed. Zelf kan ik hem inmiddels ook wel meezingen. Omdat ik hem zo vaak heb gehoord hier in huis. Gisteren hebben we natuurlijk dat dansje erbij bedacht. Heel erg leuk. Ook echt super shout-out naar Div Dance Center. Naar Claudia die voor ons dat heeft gedaan. Die heeft gezegd, oh joh, ik vond het hartstikke leuk om voor jullie een dansje mee erop te brengen. Zodat ook iedereen straks mee kan dansen met het dansje. De 4 danseressen die mee gaan doen in de videoclip. De toplocatie die we hebben gevonden. Wat jullie al in vorige video's hebben gezien. Die locatie is het dus ook echt geworden. Dus daar gaan we de videoclip opnemen. Helemaal in een cowboy western style village. Super leuk. Maar eerst moet natuurlijk het liedje ingezongen worden. Want Luan heeft nu alleen maar het liedje gehoord. Met de stem van degene die het heeft geschreven. Zeg maar, die zingt dat dan. Dat is natuurlijk nog niet Luan's stem. Met Luan's stem wordt het nog veel vetter. Dus hij gaat dat nu vandaag inzingen. In de studio. Zodat straks ook het liedje helemaal... à la Luan-stijl is natuurlijk. En Lucilla trouwens ook. Lucilla zingt nog niet echt in de clip. Ik moet wel zeggen dat ze wel eens vraagt... Oh mam, ik zou het ook wel leuk vinden, een eigen liedje. Wij hebben gezegd, prima. Heel even wachten. We gaan eerst even kijken hoe het met Luan's liedje gaat met Cowboy. Mag je gewoon lekker helemaal meedoen. En dan zien we wel in een later stadium of jij dat ook leuk vindt. Dat moet natuurlijk echt uit zichzelf komen. Niet in de momentopname. Dus dat heeft ze wel gevraagd. Ik weet dat jullie het ook heel veel hebben gevraagd. Maar we doen nu nog even lekker met Luan mee. En kijken hoe dit hele avontuur met het Cowboy liedje gaat. Ik heb veel te veel gepraat, zie ik. Al 5 minuten. Kids staan waarschijnlijk zo meteen op het schoolplein. Nog meer fruit mee in de auto. En wij gaan op naar eerst naar school en daarna op naar Amsterdam, naar de studio, om het cowboyliedje in te zingen. Even snel met mijn tanden poetsen. We hebben net de kipnuggets gegeten. Met knoflooksaus. Dus ik ga even snel mijn tanden poetsen voordat we daar heen gaan. Kan nog net. Anders vind ik het stinken uit mijn mond. Dit is echt niet te geloven. Oké. Kijk dit even, jongens. Echt serieus, kijk dit. Kijk dit. Niemand heeft wat gezegd vandaag. Oh, we waren vanochtend een beetje aan de late kant. En ik heb dus... ik heb dus gewoon al de halve ochtend 2 verschillende schoenen aan. Ik heb... Nou, dat heb ik gewoon niet gezien. Dus echt belachelijk. Ik moet echt even andere schoenen... Kijk dan, ik moest even plassen en ik zat op de wc en ik keek naar mijn schoenen. En ik denk... Hè? Huh? Echt dat? Huh? Kijk. Ik kijk naar beneden en ik zie gewoon dit. Jongens, ik ben hier vanochtend mee naar een afspraak geweest. Oh, Daan. Ik heb verkeerde schoenen aan. Okay. Dit is niet oké. Daan. Echt serieus. Heb jij dit ook niet gezien? Daan, dit is geen grap. Ah, Luxie. Daan, moet je eens kijken naar mijn schoenen. Oh, wat grappig, joh. Ja, ik vond het wel stylisch. Het is me niet opgevallen. Nee, is het niet opgevallen? Nee, ik vond het leuk, hè.
Nou, ik moet even heel snel de koelkast wel even dicht trouwens. Hoppatee. Even mijn schoenen omwisselen, want dit is echt heel bizar. Dag Wisselpipje, die zijn uitgelaten. Ja, Luxie, kijk eens naar mijn schoenen. Kijk, maar heeft even verschillende schoenen aan. Dat is gek, hè? Nou, snel de schoenen wisselen. En voor de zoveelste keer op naar school. Zo, nou, kijk eens. En ze zijn weer bij elkaar, de goede schoenen. Zo. Nou, reistasje mee. Ja, we hebben alles. Deurtje slot, hond in de wench. En we gaan op naar Amsterdam. Zo, nou Lu en Lucilla, zijn we er klaar voor? Mm-hmm. Voordat we naar de auto gaan, gaan we eerst even plassen nog. Uh-huh. Kom maar, gaan we nog eventjes naar de wc op school? Want we zitten zo meteen weer een tijdje in de auto, hè? En dan kun je niet plassen, dus gaan we eerst even naar de wc. Moet je gewoon je broek plassen? Nee, nou, dat lijkt me niet een handig idee. Kijk, hier is dus de wc van Lucilla. Kom maar. Oh, dan gaan we even naar die. Ja, leuk, Luxie. Dat is heel klein, hè? Daar kan je allemaal bij. Ja, daar kan je allemaal bij. Oh, je mama is een sjouwen vandaag. Ja, geef maar aan mama. Nou, ga maar even snel plassen. Scheelt weer in de auto. Een volle blaas. Ja, dan gaat ze de handen wassen. Ja, met de zeep. Met zeepkonnie, kijk. Kijk, kan ze er heel goed bij. Kijk. Zeepkonnie. Oh, is de zeep op? Oh, nou doe hem even zonder zeep. Kan ook. Ja, dat kan ook. Goed, wassen, wassen, wassen. Ja, Luxie ook wassen. Luxie ook wassen. Ach, schatjes. Goed zo. En even afdrogen. Ja, dat is waar. Lucilla kan er net bij. Ja, even afdrogen. Nou, goed gedaan, Sil. Toppie. Jas weer aan. En dan kunnen we weer lekker naar de auto. Ja. Gaat naar de. Ja, gaat ze daar even kijken, hè? Ja, dag school. Dag school. Goed zo. 1, 2. Hoppatee. Nou. Hallo. Op naar de auto. Hallo, nou, Lucilla. Dat was even een lekkere verrassing, hè? Een lekkere kibbeling als lunch. Daar houden ze heel erg van. Inmiddels is Luxie even lekker in slaap gevallen. Even lekker een middagtukkie. En Luan wil heel graag nog even zijn liedje oefenen. Nou heb ik hier de oefenversie op staan. Waarin dus wordt meegezongen. En Luan die wilt hem even nog gaan oefenen. Kijk eens jongen. Kijk, ze zit hier gezellig op de achterbank. En zo ben je iedere keer al die weken heb je staan oefenen op je kamer. Ik heb een kabel. Ik heb een hand. Ik mijn kop. Iedereen aan de kant. Ik ben een Lucilla die maakt nog even een mooi tekeningetje. Ja. Wij zijn uiteindelijk aangekomen in Amsterdam. Waar precies moet je ons niet vragen, want wij zijn niet zo bekend in Amsterdam. Maar hier ergens zijn de studio's waar we ook Duimpje Omhoog hebben opgenomen. Ja. Dat is hier ergens daarboven. Het is dus de tweede keer dat we hier zijn, dus dat scheelt er weer, Lu. Ja. Heb je er een beetje zin in? Ja. Ja. Oké, okay. Nou, hij kan niet wachten. Kom maar jongens. Ja, ga maar kijken. We weten de weg. Kijk. Hier ergens moeten we zijn. Ja, en dan ja, op het knopje drukken, ja. Oh, dat is een nachtbel. Wacht even, volgens mij moet je hier drukken. Hier. Bel indrukken. Oh, ze doen dan open. Ja, je kunt dan lopen, jongens. Doe maar. Ja, goed zo. Hier moeten we zijn. Hoi. Hallo. Nou, Lu, herken je het nog, jongen? Hier wel? Hierheen. Dan moeten we hierheen. Dus kijk, er zijn allemaal muziekinstallaties staan er al. Ja, en op het belletje drukken. Hey. Hallo, hallo, daar zijn we weer. Leuk hier weer te zijn, hè? Hoi, hoi. Luxie. Nou. Nou, Luan die gaat zo de studio in en dan kunnen papa en Lucilla en Luxie hier even lekker keuvelen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even gezellig met de kids naar de wc toe. Want ja, we hebben een soort van plaspauze, ja. De wenteltrap naar beneden. Nee, die zo rond gaat. Wetter. Ja, een wenteltrap. Ja. Die wentelt naar beneden. Kijk, er ligt een hondje. Zie je dat? Dat is een hondje. Maar zachtjes, hè? Zachtjes. Ik weet niet of het hondje kindjes gewend is. Hallo, hondje. Hallo. Kijk. Het is een heel lief hondje. Die ligt erop te wachten. Zie je dat? Zo. Zijn we er klaar voor? Ja. Ja, dan gaan we weer naar boven. Oeh, sterk. Heel sterk. Ja. Goed zo, jongen. Ja, dat is heel goed. Ja. Oh.
Kom maar, gaan we weer naar boven. Goed zo, jongen. Een wenteltrap is dat. Ja. Gaan we weer de wenteltrap naar boven. Daar zijn we weer. Nou, papa heeft een plekje gevonden. En er is een speelgoedtas bij voor de meisjes. We gaan hier lekker spelen, goed? Veel plezier. Dan gaan wij lekker zingen, jongen. Test. Heel goed. Zou je voor mij nog één keer willen proberen om de tweede rep te doen? Dat is dan, ik bang en niet bang voor die boeven. Dankjewel. Goed hoor. Oké, heel cool. Oké, dus die is nou snel de makkelijker geworden. Een paar woordjes zijn lastig, maar je doet het wel goed al. Ja, heel goed. Als je wil winnen, maar dat gaat niet. Je wil winnen. Je. Ja, je wil winnen. Je wil winnen. Je wil winnen, maar dat gaat niet. Ja, maar dat gaat niet. Ik had in je Ferrari, maar uit je ploegje staat niet. Ja, niet elke keer zoals dankje, maar. Nee, precies. Je moet wel steeds weer iets nieuws doen. En mensen weer verrassen dat ze denken, wow, dat hij dit weer kan. Dan zie je nou allemaal kleine stukjes van wat Leon heeft gezongen. En dat knippen ze dan weer helemaal aan elkaar. Zodat het één liedje wordt, net een beetje met mama met het editen, hè? Je knipt en plakt ook de stukjes aan elkaar. Even kijken hoor. Wat de muziek afzetten. Wat deed jij? Wil je nog even een paar keer doen? Dan laat je ze precies staan. Maar jij bent hier de baas niet. Ja, maar jij bent hier de baas niet. Ja, ja. Zie me shiner. Ja, oké. Dat is waar. Ja. Alleen we hebben de boots dan nog niet. Ja, maar de Seam Shine deed je nu dus goed. Boots, ja. Boots. Dat zijn laarzen, hè, boots. Hey, echt knap hoor, hoe snel je dit nu opkijkt. Dat is echt erg ingewikkeld dit. Oké, nog een keertje, komt ie. Hop, patje, hop, Seam Shine in mijn boots. Nou, hey, boots. Ja, maar je ging ook nu te hard, hè. Die Z moet je niet te hard zeggen. Z. Dus begin maar bij die Seam Shine. Ja. Liep je die hop, patje, hop, dat spreek. Cool, en kan je... Zie me vonken net als Freek. Zie me vonken. Of iets vrolijkers maken. Ja. Probeer het eens. Zo van hij kan mij niet pakken. Zie me vonken net als Freek. In de wildernis dat is een piece of cake. Zo van hij kan mij niet pakken. Net als Freek. Ja. Chillen in de wildernis, dat is een piece of cake. Zelf een hike, maar niet pakken, zie me vonken net als Freek. Ik ga sneller dan sneller, hop, patje, hop. Ik spring in het zadel. Chillen in de wildernis, dat is een piece of cake. Zelf een hike, maar niet pakken, zie me vonken net als Freek. Met mijn lasso in mijn hand, zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan de kant, ik ben een cowboy. Cowboy. Ja, ik vond het super goed gedaan. Kijk, Leon die is daar, het liedje daar, het liedje aan het inzingen. En wij zitten hier met z'n allen aan de tafel. Wij zitten daar. Hallo papa. Hey, leuk met die Leon's belletjes. Ja, het gaat gewoon door. En ik heb knutsel dingetjes meegenomen voor de kinderen, zodat ze zich een beetje konden vermaken tijdens het inzingen. Ja, die ga ik even openmaken. Kijk, dat zijn dit soort leuke knutselpakketjes. Met leuke dingetjes voor je. Die is voor jou. Doe je deze dan? En Luxie heeft deze. Een dinosaurus is dat, denk ik. Ja, een dinosaurus. En dan kan je met deze plakketjes. Dat zijn heel grappig. Dat zijn van die stickerdingetjes. Die kan je eraf halen. En die kan je zo hier opplakken. Ik ga beginnen. Kijk, neem het je zo. Kijk. Zo. Haal je hem eraf. Dan moet wel even het plakketje eraf halen. En die kan je dan op het goede dingetje plakken. Zo. Haar. Zo. Ik moet de haar doen. Zo. Ik kijk, moet de haar doen. Zo. Die is erop geplakt. Dat is altijd handig in zo'n kleine knutselpakketjes. Oh. Je hebt het dan altijd in de kast liggen. En is dan makkelijk om mee te nemen. Dan kan ik de kinderen een beetje vermaken terwijl ze op me moeten wachten. Ja, die moet daar op, hè. Maar Leon heeft nu best wel een lastig liedje. Hij heeft het wel heel goed geoefend. Alleen sommige woorden moet hij goed uitspreken in het liedje. En dat is soms nog wel eventjes oefenen, totdat hij dat goed kent. Ja, en een lange zin, dat die blote adem hakken ze hem door de helft. Oh ja, ja, en dan kunnen ze dan uiteindelijk al die stukjes, wat dan goed ging, die plakken ze dan uiteindelijk weer allemaal aan elkaar. Zodat het liedje gewoon als één liedje is, zeg maar. Dat is best wel grappig, want je denkt, oh, dat liedje is in één keer, hè. Dan zingt het liedje helemaal achter elkaar. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Hij neemt al die stukjes apart op. En de beste stukjes, die eruit zijn gekomen, die plakken ze allemaal aan elkaar. Waardoor het een heel mooi liedje aan elkaar is. Want het is natuurlijk best lastig om dat in één keer helemaal goed te zingen. Volgens mij is er bij geen één artiest dat het je in één keer helemaal op de band staat. Altijd gaat het vaker overnieuw. En plakken ze de beste stukjes bij elkaar. Zetten ze al die balletjes, zetten ze onder elkaar. Een beetje zoals het editen van mannen.
Alleen niet echt het editen van een beeld, maar van geluid. Nee, je kunt een stickertje eraf halen. Kijk, mama heeft er al een oogje op geplakt. Zie je dat? Dit is sticker. Ja, moet je eraf plukken. En dan kan je die zo erop plakken. Zo, heel goed. En dan kun je hem verder doen met al die plakketjes. Ja, ja, en wij moeten er ook nog eentje. Kijk, die had mama hier al liggen. Even kijken. Hier, plak hem maar op het oogje. Kan je dat doen? Ik neem een stickertje aan, want dit ging blijven zitten. Ja, dat goed zo, schatje. Blijft die zitten. Ja. Goed gedaan. Ja, die plakken er al op. Zie je dat? Die zit vast. Oh, ja. Nog niet helemaal recht. Echt een makkelijk werkje. Vind je het een makkelijk werkje? Ja, het is gewoon een gezellig werkje. Ja? Stickerwerkje. Dan doe jij moeilijkere werkjes op school dan? Mm-hmm. Ja? Heb je vandaag nog werkjes gedaan dan? Ja, ik ging in de groep 8. Iedereen van mijn klas spelen. Kwam groep 8 spelen in de klas? Oh ja, dat is één keer in de week bij jullie, hè? Ja. Komt groep 8 op visite bij groep 1, 2, hè? Bij ons. Ja, bij jouw groep. En wat heb je dan gespeeld met groep 8? Ik heb net een meisje een ketting gemaakt. Oh, wat leuk. Gaat goed? Mama, ja? Ja, alles goed? Staat het er al bijna op, jongen? Ja, bijna. Oh, hartstikke goed, kerel. Ja, Luan vindt het helemaal geweldig. En samen. Hij is samen. Dus de schrijver van het liedje. Die weet natuurlijk ook heel goed de tekst. Dus die gaat samen met Luan ook de tekst goed door. En dat hij goed articuleert en goed kan uitspreken. Ze vertellen hem ook, als hij niet weet wat een woord betekent, wat het allemaal inhoudt. Dat hij ook echt weet wat hij zingt. Dat is ook echt super fijn dat ze hem ook gewoon zo goed helpen daarmee. En Luan vindt dat natuurlijk gewoon hartstikke interessant allemaal. En dan mag hij weer voor zo'n microfoon staan. Dat vindt hij natuurlijk helemaal zo'n droom. Dan staat hij weer achter zo'n ding met die doppen of zo. Voelt zich hartstikke stoer. Dus, en af en toe neemt hij even zo'n heel wijs een slokje water. Dan gaat hij weer verder. Ja, superleuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Jullie hebben vandaag hebben jullie al een beetje kunnen horen wat de tekst een beetje is. En het melodietje een beetje. Steeds meer komen jullie erachter hoe het liedje uiteindelijk gaat worden. Maar uiteindelijk hoe het dan helemaal gaat worden. Ja, dat zie je natuurlijk pas als het liedje echt online gaat komen. Maar dat is dus pas ergens in maart. Ik zal niet heel veel verklappen. Midden maart. Dat kunnen we wel van zeggen. Want het moet natuurlijk nog helemaal gemaakt worden. En dan moet er een videoclip bij komen. Wat ook heel erg cool gaat worden. Die videoclip was ook super leuk. Ik was er net alweer een beetje mee bezig. Ik ben een beetje de attributen haal ik ervoor. En de kostuums. Die doe ik natuurlijk. De kostuums doe ik alles zelf. Ik heb net ook hele cowboylaars ergens weer gevonden. Dus echt super leuk om daarmee bezig te zijn. En Luxie ook, hè? Gaat Luxie ook meedoen? Gaat Luxie ook dansen? Misschien controleert het of het goed is, hè, Luxie? Luxie? Ja. Oh, hij moet daar opstaan. Ja, dit bedoelt ze. Ze denkt, mam, zet daar op. Ja. Hier staat nog een bakje. Zodat ik mijn handen vrij heb, hè? Ja. Ja, dat is ook echt weer een ding waarmee met z'n allen creatief mee bezig kunnen zijn. Lucilla vindt het dansen ook hartstikke leuk. Luxie die huppelt er doorheen. En ja, ik vind het helemaal geweldig om alles achter de schermen te regelen. Voor het cowboyliedje, alle attributen en kleding. En er is ook een heel leuk verhaaltje wat in de videoclip gaat komen. Dus het is niet zomaar een videoclip met alleen maar dansen. Nee, het is echt weer zoals met duimpje omhoog. Echt een klein verhaaltje geworden wat die videoclip heeft. Dus, maar goed, daarvoor moet je er even geduld hebben. Want daar gaan we ook nog leuke opnames voor hebben. Maar het wordt gewoon superleuk. Ja, en vandaag konden jullie al een klein beetje meer erachter komen van hoe het liedje gaat worden. Maar precies hoe het liedje gaat worden, dat horen ze nog niet vandaag. Is heel. Dat is nog even een verrassing. Of een geheimje. Dat kan ook. We gaan hier, Luxie. Nee. Luan gaat liedjes zingen. Zie je dat? Ja. Even een echt kusje. Een paar minuutjes. Ja? Ja. Jongen. Ja? Gaat het helemaal goed? You shine like a star. En Luxie maar even kijken. Hier ze staan. Ga ik zingen. Wauw. Ja. Wil je dat ook? Kom. Gaan we zingen. La 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 la. Nee hoor, dat kan niet. Nee, dat vind ik spannend. Ga je ook eens gaan kijken? Ja. Ja? Zet hem op, toppen. Ja. Doeg. Doei, doeg. Doei, doei. Doei, doei. Three fingers lied. Ja. Mama? Ja, ook. Luxie, ga je knutselen met mama? Stil zijn, hè? Ja. Nou, Luan, is het gelukt, jongen? Ja, helemaal. High five, toppen. Zo. Nou wordt hij fijn getuned, jongens.
Sufferfish is back. Ik ben een cowboy. Chillen in de wildernis, dat is een piece of cake. Wat vond je ervan, kerel? Wat was dit leuk? Ja, vond je het leuk? Ja. Het is wel heel erg goed gekomen, jongen. Ik heb het jongen. Ik zie hier deze nog. Och, jeetje, Mina. Dit is dus het oude cassettebandjesrecord. Wauw, dat is super vet nog. Dit is echt vet. Ja. Ja. Kijk, hier deed je dan vroeger het bandje in. Cassettebandje, en dan druk je op play. En dan liepen ze heel stoer. Oh. Is die voor jou geweest? Nou, dat is gewoon hier een telefoon of een iPad. Oh. Eigenlijk. Het is geen oud ding. Maar hij is gemaakt alsof dat een oud ding is. Maar dit had papa dus vroeger. Ja. Geef het even dikke high five aan Maarten. Zeg je dankjewel. Dankjewel. Is dit een high five? Jij ook een high five. Ja, Lixie high five. Zeg maar, high five. Dankjewel. Ik ben mijn jas aan het opeten. Gaan wij een avond eten. High five aan Joachim. Ach, Mac Benil. Ja, Mac. Dankjewel. Dankjewel. Is dit ook high five? Ja. Dank jullie wel maar weer. Tot de volgende keer. In maart komt dus Lucas Liedje online. Dan kunnen jullie allemaal gaan zien wat we hier in de studio hebben opgenomen. Wij gaan zo weer lekker naar huis. Terug naar Hollywood. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de... Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Volg je hart. Boom, boom, mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf je.